weer terug naar orgels, want er zitten heel veel orgels in, ik zei het al. En als we ook nou eens even kijken, we hebben natuurlijk een hele grote orgeltraditie in Nederland. Of ja, in Europa, maar ook in Nederland zeker. En we hebben dus ook al die Organ World orgels hierin zitten. En zo heb je dus bijvoorbeeld ook het versieorgel, de klank van de versieorgel. Ja. En het leuke is ook dat je die versieorgeltjes de draaibars daar zelf van in kunt stellen. Dus je hebt nu geen... Deze 9 draaibars zijn nou niet de 9 draaibars van een Hammond-orgel, maar van een versieorgel. Ja? Dus ik zal dat even demonstreren. Dus dit is echt de sound van versie. Ik ga ze op de draaibars zetten. Kijk, oké. Okay. Dus je hebt nu echt dat Duitse klankje. Dezelfde drawbars van het Hammond orgel, dan heb ik dus het Hammond orgel. Ik ga weer terug naar het versieorgel, ook weer de drawbars en dan klinken ze zo. Houdt u mee van de Amerikaanse Lowry orgel sound? Dan zitten die ook in en dat heet dan hier, hoe heet die ook weer, moment, niet te snel gaan, dat heet hier home organ. En dan heb je deze, drawbars. Dus ze hebben alle drie een compleet verschillend karakter. Dat is mooi. Het is allemaal echt. Het is niet dat je dat zie je zo. Het is allemaal goed. Dus theaterorgel natuurlijk. Hè, dus een beetje Bernard Drucker. Hè, dus dat. Maar we vinden ook theaterorgelstijls. Hè, dus als ik naar de stijl ga, ja, en ik ga bijvoorbeeld even kijken theaterorgel ballad, dan speelt de stijl als ik een C-akkoord speel al dit. Net als zo. Variatie, dan zullen er wel wat meer registers bij komen.